Breda Nu. Op 3 juni 2019 gaf Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een concert. Een concert in Prinsenhagen. En Breda Nu, die was erbij. Een trotse voorzitter van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Dat klopt. Helemaal. Zijn veel mensen. Ja, net als vorig jaar. Veel belangstelling voor een leuk zomeravondconcert. Waarmee wij het seizoen van Cecilia weer afsluiten. En als je terugkijkt naar het seizoen, wat hebben jullie allemaal gedaan voor hoogtepunten? We hebben heel veel hoogtepunten gehad dit jaar. We hebben voor het eerst met het nieuwjaarsconcert Maestro uitgevoerd. Met een aantal geweldige amateurdirigenten uit het dorp. Maar er zijn uitwisselconcerten geweest. Klassiek Prinsenhagen was er het afgelopen weekend met ons opleidingsorkest. En wat we natuurlijk niet kunnen vergeten is het enorme ABBA-event tijdens het Spanjaards Gastfestival in juni. Waarbij zo'n 5000 mensen zich geweldig hebben geamuseerd. En onze muzikanten ook. Penningmeester van dit fantastische orkest. Is het moeilijk om het financieel rond te krijgen? Ja, dat is altijd lastig. Het is altijd lastig om met zoveel mensen een goede begroting op te stellen en te zorgen dat je daar binnen blijft. Krijgen jullie subsidie? Ja, de gemeente die stelt een jaarlijkse activiteitensubsidie ter beschikking. Daar zijn we ook heel dankbaar voor. En daarmee kunnen we dus de zaak mooi rondrijden. En natuurlijk hebben we dan ook de hulp nodig van onze sponsoren, donateurs, vrienden van Cecilia. En dat is elk jaar weer hard werken om die bij elkaar te krijgen? Ja, daar moet je veel inspanningen voor doen, veel praten, proberen mensen te overreden. En je moet ook proberen de mensen wat te bieden. Op het moment dat je aan iemand geld vraagt, is de logische reactie dat ze dan zeggen van, wat staat er dan tegenover? Breda Nu.